Oh, wacht, meestal is hier. Als het goed is, ja, die stream wordt ontvangen. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe livestream. Zijn we vandaag zijn we weer in de Nederland map. Zijn we terug van vakantie, dus het werk moet weer gedaan worden. De heren hebben mijn tuin in onderhanden genomen. Klein moestuintje gemaakt. Aardappels, mais, alles zit erin. Zo, jongens, bedankt. Graag gedaan. Dus jongens, als je dit nou leuk vindt, ram allemaal even die blauwe duimpjes omhoog. Abonneer voor meer. Dan komt nog steeds veel meer moois aan. Dus gaan we nu onderweg naar het loonbedrijf. Zo. Vakantie weer voorbij, jongens. Staat Ben met zijn dikke hakselaar. Dikke maaikombi. Och. Tom, van harte welkom, jongen. Riemer, ook van harte welkom. Kijken of de stream ook lekker loopt. Jongens, ik wil eigenlijk weten of het geluid ook goed was. Dus laat dat even weten in de reacties. Ja, goed, Tom. Met jou ook? Lekker man. Kan ik meedoen? Nee, helaas. Dit is onze daily server op het moment. Ik denk dat we volgende week gaan we even een rondje doen. Dan kan iedereen, kunnen mensen meedoen. Dus ik denk dat we dat volgende week even gaan doen. Riemen zegt het geluid is prima. Mooi, 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 mooi. Dus jongens, iedereen van harte welkom. Erik, welkom. Het is er geen ochtend meer, Erik. Oh, nee. Ik ben vrij weinig. Ik was daar bang voor. Even kijken hoor. Dus jongens, iedereen van harte welkom. Ram allemaal even die blauwe duimpjes omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. Bijvoorbeeld bij de Queen dus geen Big M. Ben, die mag wel gewoon een Big M. Is zo. Ja. Daar kom. Nee, niet goed genoeg opgelet. Dat was de hele tijd al, was het erover, want het loonbedrijf heeft er geen Big M en werd het erover gezeurd. Dus heb ik als contact, heb ik er volgens wel om juist Big M aan te kunnen schaffen. Dan is het weer niet goed. Gaan we zo. Oh, oh, oh. Het is altijd wat, jongens. Hè? Maar dan zeggen we, volgens mij heb ik Matt er ook al mee geholpen met die Big M. Ja, dat weet ik. Yep. Zeker. Dat bedoel ik. Tom vraagt, heb je ook een gamestuur? Nee, ik heb op het moment nog geen gamestuur. Die gaat er wel komen. Maar ja, ik heb net een nieuwe setup gebouwd. Dus dat is even
alleen weer gespaard worden. Mat, maak je de boeien neem schoon? Ja, doe ik zo. Ik ben nog even aan het eten. Ik zit erbij. Eet smakelijk. Dank je. Heeft er ook iemand in mijn trekker met spuitwiel? Die ik ja, hem... die hem. Mag ik die hem gebruiken? Jawel. Heb jij dat zelf niet meer daarna nog? Oh nee, die heb je weggedaan natuurlijk, T6. Ja. Ik haast nou, even. Steven die was er van alles van plan met je, om die trekkers van haar terug te gaan doen. Ja, dat zei hij al, ja. Dan kost je wel 5000 per dag in die trekkeruren. Zo, ik heb nog geen uur nodig. We moeten er ook eens geld van verdienen. Dinando, welkom. Jezus, wat lekt het opeens? Ik dacht dat het aan mij lag. Ik heb gewoon 30, 40 ms. Ja, ik weet ook niet wat dit is. Is de server niet gereset ofzo? Jawel, net gebeurd. Het is ook zo opeens. Ik heb gewoon de hele tijd kijk, 60, 70 ms. Nee, ik heb gewoon 30. Ik heb gewoon 30, 40. Ja, 20. Het is voor mij vrij laag. Die 30. Want nou begint ineens met 50 toe te schieten. Is dat tijdens het rijden, Arnold, of niet? Ja. Ja, dat kan kloppen. Als jij een beetje in de buurt komt van die andere bedrijven, dan moet hij dat allemaal inladen. Nou, laat hij daar maar mee opschieten dan. Ja. Feest. Zondag. Ik kan kijken of er voertuigen in de map zijn. Arnold? Ja. Een schuur achter je. Er is een nieuwe proefopzager gemaakt. Wat zeg je? Die lijst staat er nu ook proefopzager 14. Ja, dat zou kunnen. En een andere server met dezelfde naam. Onze naam. Als dat alles is. Volgens mij gaat er zo een joinen. Nou, dat hoop ik niet, want dat heb ik... Ja. Ja, Stijn. Stijn, volgens mij hadden wij over zulke dingen een hele goede afspraak gemaakt. Eet je sla of zo? Stokbrood. Oh, ik denk al sla of zo. Ja, dit kan echt niet. La la la. Ja, het is het. Het is 7 uur. Dat is te laat, hè? Ja. Maar goed, jongens, allemaal van harte welkom. Ram allemaal in die blauwe duimpjes omhoog. Abonneer voor meer.
Er zijn altijd mensen die niet kunnen klok kijken natuurlijk. Zeker mensen heb je ook, ja. Ja, nu en in de toekomst. Ja. Ja. Goh. Ik mag hopen, Stijn, dat je gewoon een kabel erin hebt, anders dan... Maakt dat veel verschil? Nou ja, dan... Daar gaat het wel sneller van. Dus jongens, op het moment aan het spelen met mijn nieuwe setup. Ik heb, ben er blij mee. De video van de setup kan je natuurlijk ook zien. Die staat ook op het kanaal. Nou, gisteren, ik kon gewoon rustig naar beneden lopen. Eerst en ander naar de kelder toe om wat drinken te pakken. En toen kwam ik weer, toen was hij net gejoind. Ja. Yeah. Het is dat ik een lumpia voor mijn neus heb. Ik vermaak me nog even. Ja. Duurt allemaal lang. Als het nog lang is, ga ik gewoon op bed liggen wachten. Nou, nee. Kijk eens, de kijkers gaan ook mooi terug. Gaan van 10 naar 8. Stijn, je doet weer goed je best. Oh, jongens, echt. Nee, dit krijgt nog wel een verlengstaartje. Een ossenstaartje. Nou, hij is nog twee minuten bezig om te joinen. No. Hij kwam om 59 kwam hij in Discord. Toen begon hij net te joinen. 58. Ja. Oh, hij is dat bij mij 59 was. Oh. Ik wou zeggen, hoe lang duurt dit? Hij is nog al 3 minuten bezig. Oh. Zo. Arnold, komt ie. Fix je internet. Mag hij maar. Nou houdt hij je bek wel. Nou, wacht maar. Ons. Ja, wacht maar even. Ik sleep je even ergens anders heen. Oh, bedankt hè. Als u. Volgens mij is je ook gevuld, of niet? Nee. Er zit nog een kijk. 12% in. 12% in, ja. Oh. Als je 2 volt terug zit, is goed. Oh, vind ik best. Zo. Zo jongens, gaan we weer verder. Gaan we hem bespuiten. Die kompost gaat wel vrij langzaam mee. Ja, in zo'n bak gaat echt fucking lang mee, dat is niet normaal. Ik had 18.000 erin zitten toen ik begon. Ja. Shit, nou dat is... Wie gaat er nou? Oh, wat gebeurt er nou? De joint er weer heen. Nee, ik... Wacht, dan moet ik... Huh? Dat is niet meteen joinen. Deze, er staat een warning, physicus, static... actual move, the piece 2, warning... Physic... Ja, huh? Zo gek. Static actual moved. Wat is dit dan, joh? Nee, dat kan ik ook niet. Huh? Ik kan ook helemaal niet in de... Hè? Nee, het gaat synchroniseren. Die spoort niet.
Nou jongens, je ziet het. Het loopt niet altijd helemaal goed. Yo, dit is echt raar. Wat zit er nou? Zijn we weer. Hoe kan de dingen gaan synchroniseren zijn als er niemand aan het joinen is? Huh? Ik heb... Dat is heel raar. Dit is echt vreemd. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ben, kan je eens even kijken in het systeem wat er gebeurt? Ja, ik ga even kijken. Oh, Steven komt eraan. Ach, Steven. Is dat je tv, Mart? Wat? Wat je de hele tijd op de achtergrond hoort? Oh, dat zou maar zo kunnen. Oh. Is het nou minder? Ja. Ja. Oké, Steven. De microfoon wat zachter. Ja, top. Moet voor de volgende keer wel alleen maar duidelijk maken. Ja. Nee, was natuurlijk wel stof zijn of zo. Nou, iedereen is er, nou kan er niemand meer bij komen. Dan mag ik toch niet open. Dus jongens, nu kunnen we echt gaan spelen. Jongens, allemaal van harte welkom. We zijn weer terug van de vakantie. Jij. Ja. Mijn vakantie is net begonnen, man. Ah, jongen. Ja, mijn is ook net. Spelbrekers. Ik heb alweer vakantie. Mijn is nog lang niet. Nee, dat is Koos werkloos. Dat is wat anders, Arnold. Nee. Hou hem. Geduld. Ik ben niet werkloos. Wel zo'n goede hand. Oh. Zoveel heb je nou niet te doen. Het seizoen is voorbij. Niet werkloos. Kom op zelf er neer. Wat is het verschil? Ik hoef even niks te doen voor de baas. Hij is gewoon dat je dom de baas wil gewoon hem af. Dan ben je toch gewoon werkloos? Of ben ik nou... Nee. Ik heb nog steeds een baan. Je hebt winterstap. Ik heb winterstap. Vroege winter, maar... Een hele vroege winter. Ja, maar ja. Overal wordt naar gras gemaakt en hij van winter. Ja. Nou, ik heb al een kruid tussen deels mee ook met een brandertje koop. Ja. Nou, Ben, ik wil niet... Ik wil het jou niet aandoen wat jij dan in het uur moet betalen. Nee, dat geloof ik, ja. Het zou best wel wat kosten, zo'n apparaatje laten me kopen. God voor de tering, hé. Zo. Zegt hij op het luisteren. Hoppa. Oh, ik heb me daar een potje lek, jongen. Bij mij wordt nou minder. Ik heb geen lek meer. Nou, daar heb ik alles gekregen. Alles is verbazie, hè? Wel niet. Een computer had ook vakantie, denk ik. Nou. Dan mag hij heel gauw weer wat gaan doen, want... Oh, jemig. Dus jongens, allemaal van harte welkom. Het loopt allemaal niet zoals het hoort. Man. Het is toch om te gieren. Om te brullen. Nou. Was maar gieren, nou je nog wat te doen. Ja. Hey, ik ben dan toch bezig met bro. Ja, maar die brulpoel maar van je zeggen. Ja. Dus, jongens, voor de kijkers die nog over zijn... Ja, maar we gaan gewoon van 10 naar 4. Dus... De echte diehards blijven, hè? Toch nog trouwe volgers. We hebben er nog een paar. Hans, er een goede verf op als zo, Arnold.
Sorry? Hangt er de rode verf op bij vent? Hoezo? Dat je grijze velgen hebt. Ja, dat vond ik mooier. Ja, Stijn. Stijn. Hoort Stijn mij? Als hij even die helpers uitdoet, dat scheelt ook lek. Ah, oh, is hij weer met helpers bezig? Ja, ja, hij kan niet zonder. Afschappen. Ja, afschappen. Nou, als je even die helpers uitzet, want als je met zoveel mensen bent, dan geef je helpers gigantisch lek. Maar zullen we weer een grotere zuimachine kopen? Grotere? Ja, in plaats van dit 4 meter ding. Hoe groot die ook maar is. Ik heb er een staan hier, hè? Ik weet niet welk pad voor een het is, maar... Ja, die kleine Amazon, die Modic Classic. Oh, maar het ligt hier weer op de kop. Nee, toch? Ik heb naast de benzine, naast de dieselpomp heb ik een... Gaat het nu beter aan, dat lek? Ja, maar die is niet veel breder. Heb ik een kun. Ik dacht wel dat die helpers, want die twee helpers doet ook heel veel. Ja. Oftewel, even geen followers aan. Stijn, wat moet dat in mijn trekker? Ja, wat doe je hier? Move. Oh, dan is hij weer aan het tappen. Ja. Verschrikkelijk. Ja, 19 kan dat niet meer straks. Nee. Oh, eindelijk. Dan kan je alleen je eigen voertuigen. Heel goed. Ik kan Mats' woord niet meer op slot zetten. En dan kun jij ze niet meer verkopen van mij. Zo. Bam. Op je mel. Ik heb het toch in andere leren zet. Adobo fight. Oh. Arnold in een steeg. Ja, het is in me. Het is in mijn helm. Die gehuurd. Ja. 1000 euro per dag, zeggen ze. Hé, hey, per uur. Ai. Verveld. Ja, ja, ja. Zal jullie. Jongen, die kosten van die stijgen er nu er al uit, joh. Een stukje plastic op wiel. Ja. Ja, dat we die ook voor het sproeien hebben, hè? Ik heb er tot 20 euro gemaakt, hè. Ik wil zeggen, zit er al 23 euro op. Domme, die schuim is hier op de kop. Dat is lastig. Ja. Dat werkt niet, hoor. Nee, ik probeer met de voorraad recht op te zetten, wilt weer niet. Maar er ligt nog meer op de kop. Zoals? Want de mest ding ligt ook in het veld bij de koeien. Ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar... Oh, daar had ik geprobeerd met JCB. Waar is mijn JCB gebleven? Zo, alle lek is weg, gelukkig. Waar zijn ze volgens uit? Ja, dan is het gewoon tijdens de luistering gewoon geen vogels meer aan. Ik kan het niet uitzetten. Jawel. Het is gewoon help om ze uitschakelen. Ik moet daar groene dingen hebben, Matt. Ja, I know. Maar die kan ik niet aankoppelen omdat hij... Wellicht, wij zien ver... Oh, daar is dat ding gebleven. JCB staat bij de varkens. Ja, ik zie hem wel. Alleen ik zet hem niet met ding omhoog. Tegen de muur omhoog. Probleem mee, hè? Wat zijn er al met een aantal spelers nu, of niet? Alles. Iedereen is er. Boven het bedje. Ja. De server is nu ook vol. Toch? Goede. Ja. Ja. Wacht maar. Maas, wacht maar. Maar niet op de rand van de... Oh, kat. Zo, we krijgen een nieuwe opening in de schuur. Oh. Wat heb je gedaan? Nou, daar gaat er een met een JCB doorheen. Oh. De koeien kunnen zo meteen naar buiten via de andere kant. Nee, oh god. De voorrek zit nog dicht, hè. Daar hebben we straks een koe hier op het veld lopen. Ja. Ah ja, het is wel die een dag natuurlijk. Daarom, je hebt ook feest. Daarom. Vandaag mag het. Ja, vandaag mag het. Vandaag is die een dag.
Jongens, allemaal gefeliciteerd, stelletje gorilla's. Jij dan, Bosha? Ho, 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 ho. Niet schelden op de livestream, alsjeblieft. Chef, degene die net een grote mond had gehoord. Nog andere dingen. Af en toe moet ik kunnen, toch? Ook in de stream? Ja, maar je hoeft elkaar... Allemaal klachten straks. Ja, ja, ja. Shit, sloot. Ah nee, ga je weer. Wacht even, hij wil misschien. Hoe lang, ja. Staat die, hoe lang ligt die sloot daar nou al? Gisteravond heb ik je er ook alweer uitgesleept. Ah, dat meen je niet. Ja. Ja. Hij doet het gewoon expres. Ja, ze gaat lomp en onbenullig bezig zijn. Oh nee. Verrek de legspijk soms. Nee, ja, ja, zeker. Gewoon die instelling voor jou. Hè? Ik heb hem eens angst, zegt hij altijd. Oh, ik stond met de poot vol op de rem. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Ik ook. Voor het eerst. Hij sleept dan mee? Nee. Waar ligt hij eigenlijk? Ligt hij in de schuur, volgens mij waar die vaart nou alles staan. Ik ga ook eens kijken bij onze slootbezoeker. Ja, yeah, having fun. Een klein omwegje maken. Nee hoor, hier ligt niks. Hier ligt geen sleepstang. Volgens mij ligt die sleepstang die dan van ons is op het loonbedrijf daar. Hebben ze de boel weer op jatten? Gereset, denk ja, ik. Ja, die ligt daar, papa. Die heb ik daar gezien. Ja, dat ligt, daar ligt er een, dat weet ik. Oh, wacht eens even, jongeman. Wat doe jij op het loonbedrijf? Nou, als je een keer wat moet resetten. Toen kwam mijn trekker daar ook in. Dus zei ik, hoi. Ik heb jou niet hoi horen zeggen. Daar was jij niet bij, hè? Nou, hier is geen sleepzang meer te vinden. Het loonbedrijf ligt nog wel, hè. Tididi. Altijd even die ramptoeristen, hè? Oh, is Ben daar? Als de vrom blijft te duur of zo. Nee, die staat op lommerij. Een front, hè? Voor jou? Ja. Ik heb er twee, jongen. Green power, jong. Is toch jammer, hè? Dat is wel de beste plek voor een case. De sloot. Hoeft die palmje van niks te drinken. Hé, hey, die van mij die staat tenminste op de kant. Oh? Oh? Easy. Skills? Huh? Dat heb je vaker gedaan. Ik rijd er nog een keer in. Ja, Ami. Even niet, hè? Het ziet er ook niet uit, dat is een dikke case hangt, er zo'n klein zaaimachientje achter. Ja, wat denk je dat ik nog ga doen aan de dingen ruilen? Oh, oh, oh. Hij verkoopt al het alles. Het was door het land heen, hè? Nee. Echt? Ah, er zit ligt niks. Nee, er ligt op niks. Op mij gaat het al hele snelweg toen ik hier kwam. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, daar zet er toch een mooie foto op Facebook, Arnold. Mooi, hè? Ja. Mooi
waar is die Stefan nou dan? Die is stofzuiger. Het kamer nog niet schoon. Kreeg al bedonnen van zijn moeder. Hier zo komen, schoonmaken. Of niet? Weet je, denk ik, moet je ze poetsen. Ja. Wim, van harte welkom, jongen. Pim Pamperder, hè? Mat, kun je me even 75k overmaken? Pardon? Hallo, hé. Hey. Ach, man. Je hebt geld staan. Ja, het is wat, wat een flink geïnvesteerde. Ja, mijn geld. Doe dan 30k, dan kan ik klein, dan doe ik een 6 meter. Jezus. Zet je zijkom je van je op maakplaats als je geen geld geeft. Jullie zijn ook een stel, jongen, echt. We zetten ze in Farmer Simulator 19 ook bij elkaar op bedrijf, kunnen we lachen. Nee, apart. Bij deze. Wat dan? Jullie zijn net... Peppy en Kokkie. Oh nee. Peppy en is het nou zo moeilijk om te gaan nemen? 30k af, maar dan kan ik een zuimmachine kopen voor 6 meter. Godde. Hey, ik wil niet stoken, maar ik zou het niet doen. Nee, hè? Nee. En dan moet altijd weer die... Oh, bedankt. En nou koop je niks meer. Nee. Nou klaar. Nou komt er een 9 meter zuimmachine. 9 meter? Ja. Dan heb ik nog 3000 over. Voor de koek is ook klein. Ja, maar ja, Pim, als het kan, dan kan het. Hier is Stefan. Stefan. Hoeveel melk hebben we dan? Dan moet ik helemaal niet zitten. Kom erbij. Ik heb zo een dikke cover uit de claim. Oh, we hebben al 21.000 aan melk verkocht. Hoeveel? 21.000. Oh. Dus jongens, allemaal van harte welkom. Vind je dit een leuk kanaal? Natuurlijk heb die blauwe duimpjes omhoog. Dat zijn we. Abonneer voor meer. Is het moeilijk om in de kal te blijven, Stijn? Ja, goeiedag, Jim. Mooi. Zo. Oh. Die was daar. Dus jongens, bij de 10 likes gaan we hem een namenrondje doen. Of zullen we deze keer iets anders doen? Waar je vandaan komt. Dus jongens, bij de 10 likes gaan we hem. Kan je hem in de chat zetten waar je vandaan komt? Klinkt gezond. Ja, hè? Ja. Ik stikte. Ik dacht, die zuiver te hard aan die supersmoker. Nee, heb ik nog niet gedaan, dat doe ik nu even, goed? Dan heb je iets niet goed gedaan. Ah, lekker. Ah, dat lucht al. Hey, Erik. Ja? Die John Dekert moet je heel de PK zien. Hoezo? Daar moet ik ook van open. Om het te maken. Nee. Ja. Dus jongens, bij de 10 likes gaan we hem een rondje doen waar je vandaan komt. Dus jongens, knal al wel even die blauwe duimpjes omhoog.
even kijken wat hij gekocht heeft. Ah, oké. Okay. Zo. Ik zorg wel voor groot materiaal. Ja, maar we mogen niet te groot, hè. We mogen niet groot dan het Ik had ook die horse even van 12 meter kunnen kopen. Ja. Daarom heb ik nog steeds geen Big M gekocht. Waar komt de Big M 500? Ja, die ja. Voor het gras. Stefan. Ja. Zo. My god. Schreeuw niet zo, joh. Wil jij met vloeibare mest hier, of vloeibare goede spuiten hier omheen komen? Is bijna leug. Pim zegt, je kan wel een grotere spuit aanschaffen, denk ik. Ja, maar ja, daar moet geld ook voor wezen, hè. Al dat geld wordt hier gewoon legit verdiend, jongen. Oh, hij heeft hem op huurbasis, deze. Ja, ik heb zelfs een trekker op huurbasis. Nou, dan moet je nagaan. En dat noemt je een loonbedrijf. Ja, ja moet... Hey, jongens, ik ben net op vakantie geweest. Hou hem op de shirt, denk maar, ja? Ja, gewoon man, die... man. Ja, gewoon die blauwe trekkers moeten houden. Nee. Ja. Ja. Het ergste is dat hij het gewoon bij de melkboertjes weghaalt. Nee? Ja. De simpele melkboertjes. Van zijn klanten moet hij het hebben. Ja. Ja, nou ja, goed. Jongens, knal allemaal hem die blauwe duimpjes omhoog. Ja, als er nou geen blauwe duimpjes komen, dan weet ik het ook niet meer. Ik ook niet. Dan wordt het tijd voor blauwe trekkers. Ja, dat ja. Misschien spuit ik de volgende vent wel blauw. Dat is mijn hurvertrekker. Pim zegt, ja dat geld kan ik niet zien. Er staat iets van een stream voor. Wie, jij? Ja, dat klopt. Jerry. Wou jij dat? Hij reageerde gewoon niet. Slecht personeel. Misschien moet je wel beter gaan betalen. Oh, betalen. Ja, oh. Beter betalen zeg jij. Misschien moet hij hem gewoon betalen. Ja, die kan wel. Pim zegt... Even kijken. Ach, Erik, blauwe trekkers zijn vrouwentrekkers. Moet je wel de rode versie van de blauwe trekkers hebben, hè? Stefan. Die is zo doof als wat. Oh, nee. Ah, zo meteen komt hij hoor. Ja. Zie je? Steven, ben je altijd zo stil? Stille genieten. Gisteren had een beetje meer lawaai met de tuin voor aan het klaarmaken. Ja, is zo? Ja. Och. Oh, kom maar aan. Hou het om. Erik vraagt aan jou... Wat voor trekkers dat dan mogen zijn? Kees trekkers. Hey, als je een deer power wil, dat is van. Zo. Nou, oh, daar komt Stefan aan. Oeps.
Wat ben jij aan het doen dan? Koeien, de beesten verjoren? Ja, de varkens. Hallo? Hallo? Yo, kan je geluiden iets zachter zetten, Stefano? Waar heb je de vork neergezet? Weet niet waar die staat. Staat soms nog bij de garage? Of is dit beter? Ja, die vork bij de dat is beter. Ja, even kijken. Maar zo dus niet. Nee, god kerel. Wow, mogen we straks ook nog hopen dat het ons apparatuur duurt? Wat? Wat zei je nou weer? Ik zie je daar van alles wisselen. Ja, ik pak even de kalkzooi, die gaat even wat sneller. Maar je krijgt alles weer terug. Ja, oké. Okay. Wat gewoon in de gaten houden hier, joh. Ja, maar je moeder als hoofd van de surf moet wel een goede voorbeeld geven, hè? Ja, doe ik toch. En daarom check ik hem ook via de livestream. Och, mooi zo weer, hoor. Makkelijk dat hij zijn eigen beeld gaat delen. Huh? Makkelijk dat hij gaat streamen wat hij aan het doen is. Ja. Ja, wat moet ik dan streamen? Wat jullie aan het doen zijn? Nee, hoeft ook niet. Dan een keer wat anders. Nee. Hoi, ik ga volgende week Maat de hele tijd echt gevolgen. Gewoon bij met het kijker gaan zitten. Ja. Dan weet ik wel dat dit niet in de vent zit. Wat is er dan een keer allemaal voor lek? Waar moet je stroom neergooien bij die van? Die moet je gewoon voor langs rijden. Moet gewoon voor die voerbak op zet drukken. Maar hebben ze dan te veel? Nee. Weet je wel voor de voerbak? Goed voor de voerbak. Oh, ik kan helemaal niks meer. Moment. Oh, ik word eruit geflikkerd. Echt? Oh, doeg. Gelukkig. Ging nog goed. Bij mij liep het ook even los. En bij mij ook. Nu alweer. Bij mij niet, ik kan gewoon doorrijden nog. Ja, ik heb hem erin. Maar ik rijd met 30 ms, dus dat is laag voor mij. Ik vind het nou heel erg te worden. Nou, de game loopt eigenlijk net nog niet. Moet je horen. Zegt hij die drie minuten laat, joint. Nou, begint hij bij mij ook. Ja, bij mij ook. En dan zakt mijn FPS ook helemaal weg. 3000 nog wat. Jezus. My god. Meestal ben ik degene die zo de meeste dan haalt. 3152. Oh, Matt is eruit. Ja. Ben je eruit geflikkerd? Ja, maar Matt is eruit geflikkerd. Ja, ik zie nog niemand. Nee, hier staat Matt heeft het zelf verplaat. Mijn lek is wel weg. Ja, dat is wel lullig, maar het is wel één keer weg. Maar nou begint weer. Nou, wie gaat er nou uitvallen? Het is Russisch roulette of Farming Simulator. Ja. Who will be next? Nou, die GPS is ook helemaal in de war, hoor. Moet je op mijn livestream kijken? Ik heb hem gewoon op GPS staan, hij rijdt gewoon rondjes.
Wat de heck, joh. Het is dit livestream vol fouten. Voor mij moet het niet, Lim. Aanpassen, alles gaat fout. Ja, ja. Ja, hoor, daar ja. Ik heb jou niet aan op meekijken. Dan kijk ik me daar op. Het is wel apart, hoor. Dit is de eerste livestream met facecam. Oh. Ik kom voor jou die verpest van alles. Hé, hey, joh. Ja, dat denk ik ook. Ach, jongens, moet je horen. Moet je ze horen. Nee, dag. Och, och. We hebben nog beeld erbij ook, nog wat wel heel lang. Ja, hè? Chat zit ervoor. Oh. Chat zit ervoor, dat klopt wel, ja. Ik zit gewoon als chat weg. We gaan die weer in zijn kop zetten draaien. Nou, ik weet niet wat er is met de server, maar. Arjen, dat hij volgens mij 40-50 ms. Ja. Heb ik normaal nooit. Voor mij hebben we van MS gewisseld ofzo. Want ik zit alsmaar op de 30. Maar nou moet ik toch. Ja, daar zit ik ook een beetje. Dat heb ik anders ook nooit. Oh, ik vind het zo raar. Waarom is dit? Waarom? 60 MS. Wat ik kan bedenken is dat Fairy Games ergens mee bezig is. Ik heb het al eens eerder gehad, als ze een update deden, en werden we er allemaal uitgeknikkerd. Ja, dat klopt. Oh, als, dan alles, als je dan niks opslaat? Dan slaat hij niks op. Dan knalt hij gewoon uit. Dan eis je toch gewoon drie maanden. Dan eis je toch gewoon een maand eis je gratis server. Denk je dat ze eruit trappen? Oh. Nou begint hij bij mij iemand te kloten. Ja, ik ga ook stilstaan. Het lekt ook niet zo soms, hè? Ik heb bijna geen last van lek. Ja, die van mij spotten echt als een tering. Nou gaat hij. Ik weet niet of tering stottert, maar. Ik denk dat we hier eerst even naar moeten gaan kijken, jongen, wat er nou aan de hand is, want. Dit werkt niet. Dit is ook niet leuk livestream zo. Nee. Mensen, ik ga de livestream ga ik hem afsluiten. We gaan eerst even kijken wat er met de server aan de hand is. Mijn excuses voor het ongemak. We gaan eerst even kijken wat er nu aan de hand is. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En je ziet ons gauw weer terug.